Welkom bij Sirius Apeldoorn. In dit programma informeren wij u over Sirius Request. En het is nu nog heel rustig op het Marktplein, want daar sta ik. Maar over 2 weken, dames en heren, dan staat het hier vol met mensen. Maar voor die tijd moet er nog heel veel gebeuren. Op 18 december dan worden de 3 DJ's opgesloten in het Glazen Huis. En wie dat zijn, dat ziet u nu even, want dat is 9 november bekendgemaakt. In het live radioprogramma van Mark en Ramon werden de DJ's 1 voor 1 naar binnen geroepen. De eerste naam van het Glazen Huis in Apeldoorn is bekendgemaakt door Min Verschuren. Oh, hij blijft lekker zitten in het huiswagen. De ronde nummer 2 van het Glazen Huis in Apeldoorn. Dit is Angelique Houtveen. En de derde DJ is Sander Hogedoorn. Eindelijk na hele lange tijd weer een dame in het huis. Ja, dat ben ik. En ik ben heel blij om in het huis te zitten. Ook allereerste keer. Hoe ga je je voorbereiden daarop? Nou, ik denk dat je je niet echt kan voorbereiden, dat je gewoon moet gaan. Maar ik ben wel al een beetje aan het trainen, omdat we straks natuurlijk best wel veel energie nodig hebben. Om al die plaatjes een beetje te springen, om het plein ook op te hypen. Zij ons ook natuurlijk. Dus ik ben wel een beetje aan het sporten. Ik hoop dat dat helpt. Ook voor jou de eerste keer? Ja, ik ben wel echt een trouwe glazen huiskijker vanaf het eerste uur. Maar daar is ook alles mee gezegd, weet je. Ik heb het ieder jaar gezien hoe het zich ontwikkeld heeft en zo. Maar ja, nu moet je het zelf gaan doen. En dat vind ik altijd wat mooi van deze actie. Dat het altijd draait. Het draait natuurlijk om de DJ's in het huis. Maar ook om de rest van 3FM eromheen. De mensen op het plein. Eigenlijk ben je met heel Nederland gewoon even een week bezig om je bewust te worden van een doel wat je daarvoor niet kent. En dat is dit jaar dat we het doen voor families die niet bij elkaar zijn. En wij met kerst allemaal wel hier gezellig aan de eettafel zitten. Dus ik ben echt trots en ik vind het echt een eer dat ik daar een klein steentje aan mag bijdragen. In Apeldoorn zijn ze al heel lang bezig met acties. Wat vinden jullie daarvan? Ja, het is zo mooi om te zien dat mensen zich zo bewust zijn al van de actie. Eigenlijk nog voordat het thema bekend werd, dat het bekend werd dat het in deze stad was. Dat mensen al graag iets wilden doen. Flessen wilden ophalen, broodjes wilden bakken. En nu het thema bekend is, ja, vind ik het gewoon mooi om te zien dat echt langzaam nog meer acties op gang komen. En volgens mij is Apeldoorn gewoon een hele leuke stad die echt graag wil meedoen. En daar kijk ik heel erg naar uit. Nou, ben jij degene die het langst in het glazen huis zit? Ben je zo een beetje bang aan het maken met allerlei enge verhalen? Nou, ik hoop dat ik ook maar gewoon 6 dagen erin zit dit jaar. Maar het is mijn 4e keer. Ik heb ze wel echt een beetje bang gemaakt, ja. Ja, maar goed, dat is ook goed. Je moet ook een beetje een basis hebben. En wat Angelique zegt, ja, je kunt je niet echt voorbereiden. Ik weet alleen dat er gewoon dingen gaan plaatsvinden als je op een gegeven moment uit je slaapkamer komt en denkt, wat ruikt het hier gek? Ja, dat krijg je als je dus 6 dagen niet eet. Dat gaat allemaal een beetje ruiken. Maar voor de rest, nummer 1 tip die ik heb gegeven is, ga genieten, want het is zo fucking leuk. Succes alle 3. Dankjewel. Hier worden zij dus opgesloten. Angelique, Sander en Domien. Op 18 december, dan gaat de deur op slot. En er zijn natuurlijk heel veel acties hier in Apeldoorn. Volgens mij zijn het nou al iets over de 300 of zo. En 1 daarvan is Oosterhuizen. Kinderen van de basisschool daar, van groep 3, die hebben een hele leuke actie bedacht. Die hebben namelijk zelf een boekje gemaakt. En het eerste exemplaar werd overhandigd aan onze burgemeester John Berends. Op de openbare basisschool in Oosterhuizen hebben leerlingen van groep 3 een boekje gemaakt. Niet alleen de tekeningen zijn van de jonge scholieren, maar ook de tekst, weliswaar met hulp van de ouders. Op vrijdag 3 november werd het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester John Berends. Mooi, dankjewel. Ja, waarom heeft u speciaal voor dit evenement gekozen om naartoe te gaan? Nou, kijk, het is Sirius Request, hè, en dat een school zo actief wordt en dat kinderen actief worden, ja, dat heeft bij mij altijd wel een bijzonder plekje. Om dan denk ik van, nou, daar wil ik toch wel even naartoe om de kick-off, hè, zoals we het dan maar even noemen, te doen voor deze prachtige school. En je zag hoe enthousiast de kinderen zijn, een mooi boekwerk wat ze hebben gemaakt, wat ze dan willen verkopen, verschillende boekhandels in Apeldoorn. Dus ze zijn ook nog wat breder dan in dit geval het dorp Oosterhuizen zelf. Dus daar heb ik bewondering voor. Dat ik hier ben.
Het zijn er echt nog groep 1. Ze kunnen net boom, roos en vis schrijven. Toch knap dat ze een boek schrijven. Nou, ik heb wel begrepen dat de ouders daarbij geholpen hebben. Dat is ook hartstikke goed. Het was groep 3. Maar dat is toch prima. Ze hebben de tekeningen wel zelf gemaakt. En het is een heel kleurrijk boek, om zo maar te zeggen. Gaat u het zelf ook lezen? Ik heb het net gekregen, dus dat ga ik zeker doen. Zo, dan heb ik ook het idee van, wat beweegt die kinderen? En ik hoorde nu al wel, het gaat over dinosaurussen, het gaat over paarden, het gaat over prinsessen. Een rijke schakering aan onderwerpen is me wel duidelijk. Het idee om dit boekje te maken en daarmee de actie van Serieus Request te steunen, kwam van de kinderen zelf. Waarom hebben jullie dit boekje geschreven? Omdat ik op de radio hoorde dat Serious Request dat er een orkaanuitbarsting was. En toen dacht je, ik moet ook een actie in verzinnen en geld inzamelen om die mensen te helpen. Ja. En waar gaat het boekje precies over? Over dat kinderen de moeder en vader kwijtraken. Weet je waar het boek allemaal te koop is? Bij de boekhandel. En hoeveel kost het boek? Maar 2 euro. Nee, 10 euro. Oh, 10 euro. De titel van het boekje is De Verhalen van Groep 3 en is nu te koop in de boekwinkels. Waar gaat de 10 euro dan heen? Naar Serious Request. En natuurlijk hoort bij Serious Request hoort ook een kerstboom. En die is net binnengekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, wie zijn jullie? Wij zijn Bosbouwschool Helikon MBO Apeldoorn. En dit zijn twee leerlingen van mij uit het eerste leerjaar. En zij hebben vanochtend een beetje onder begeleiding van mij en van Lumberduck hebben ze de kerstbomen afgezaagd. Ja, een hele belevenis of niet? Ja, dat is zeker een hele belevenis, ja. Je bent een beetje het kerstmannetje daar. Ja, zoals wel. Ja, hoe ging dat in zijn werk? Ja, nou, we kwamen eraan en gingen we bekijken hoe de boom eruit zag. Nou, we hebben een rondje gemaakt en hebben we eerst afgesproken dat we een beetje ruimte vrij maakten voor ons, dat we fijn kunnen werken. En dan moest hij in een bepaalde maat, omdat hij in de standaard moet komen. Dus dat komt dan wel precies. En dan hebben we op maat gezaagd en nu is hij goed. Dus nu is het een kwestie van aftakelen en opzetten. Geweldig zeg. En wie mocht die boom uitzoeken? Ik weet niet wie dat heeft uitgezocht. Oh, wacht even hoor. Heeft de gemeente gedaan. Wat heeft de gemeente gedaan? Ja, dat is van tevoren afgesproken en wij zijn gevraagd om hem om te zagen. Dus. Ja, en hoe groot is die boom? Wat schat je? Dat was een metertje of 11 of zo. Meer zal het niet zijn. Nee. En mag je hem ook versieren? Nou, dat laat ik aan de gemeente over. Nou, hartstikke leuk. Jullie krijgen het nog druk of niet? We gaan eens even kijken wat ze nu gaan doen en of we nog kunnen helpen. En anders dan gaan we weer naar school. Dan ga je weer naar school. Jammer, hè? Ja, op zich wel, ja. Oh, maar het was een mooie ochtend, dus... Jullie hebben je steentje bijgedragen aan Serious Request. Zeker, ja. Oké, dankjewel. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ja, ik sta hier tussen de heren van de kerstboom. Frank, Henny en Bert. Ja. Bert, je ziet er leuk uit. Dank je, Mickey Mouse, hè? Zeg, de kerstboom. Wie's idee is dat? Ja, is eigenlijk van een gezamenlijke club ondernemers uit Apeldoorn en Uggelen. En die hebben bedacht om elk jaar bij de burgemeester een kerstboom te gaan brengen. En dit resulteerde nu dat Serious Request kwam dit jaar. En we hebben bedacht om deze kerstboom aan de gemeente te schenken. Wat geweldig zeg. En nou hebben jullie, begreep ik, ook een bepaalde actie bedacht. Want ik vroeg net aan de mensen van Helikon, gaan jullie de boom versieren? Maar dat is niet het geval. Nee, als het goed is gaat morgen John Berends, de burgemeester, de stekker in het stopcontact steken. Gaan de lichtjes aan. Gebeurt om 9:30. Dus ik weet niet wie het uitgezonden wordt. Komt alle even kijken. En we hebben zoveel 100 kerstballen geregeld. Die worden hier verkocht voor Serious Request.
Oké, dus morgenochtend om 9:30. Morgenavond om 9:30. Alle mensen hier even kijken op het Marktplein. Ja, zeker. Ja, leuk. En wat is jouw aandeel in dit geheel? Ik kan het bijna wel raden, maar zeg het zelf maar even. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik heb geen aandeel. Ik heb gezorgd dat het hier staat. En ik zit een beetje in de bomelarij. Oh, camera, sorry. In de bomelarij. En ik hoor ook bij de kerstboomhakvereniging. Wat leuk zeg. Kerstboomhakvereniging ook, hè? Kerstboomhakvereniging. Ja, mooi. Daar wordt wat afgehakt daar. Ja, heel stiekem wordt er wat afgehakt. Ja. Vind je een mooie boom? Ik vind hem heel mooi. Hij is ook bijzonder. Het is waarom? Het is geen vijnspar. Het is een Pizza orientalis. Kun je dat nog één keer zeggen? Pizza orientalis. Hij hoort eigenlijk niet thuis in Nederland. Hij komt uit de Caucasus. Maar redt hij het dan wel die week? Ja. Je zegt, hij hoort hier niet thuis. Maar... Dick van Beek heeft het zelfs gecontroleerd. Die heeft er een paar takken afgehaald. 3 of 4 weken geleden. Om te kijken of ze wel groen bleven. En die doen het nog? En ze zijn nog steeds groen. Maar hij krijgt weinig water, hè? Hij neemt geen water meer op. Oh, wacht even hoor. We geven hem elke morgen water. Oh, jij komt met je gietertje, jij... Nee, dat doet Frank. Frank. Jij bent van de water. Ja, ik ben van het water, ja. Oké. Jij komt elke ochtend even gieten. Is beter voor die boom, anders vallen de takken eruit. Dat wil je ook niet. De boom moet mooi blijven. Ja. Het wordt de Joris Wensboom. De Joris Wensboom. Ja, dus Joris Lintzen komt hier ook nog met een heel verhaal. En die komt er ook nog een moois van maken dus. En vertel nog even precies hoe dat nou met die ballen gaat. Iedereen, hier komt ook een huisje. Ja. Hier komt een klein chaletje te staan. Yeah. Er komt ook een hoogwerker bij. Er komen straks zoveel 100 kerstballen. En dan mag iemand een kerstbal kopen. En die wordt dan netjes in de boom gehangen. Ja, dan mag je gewoon in die hoogwerken, mag je dan? Goed is wel. Bert of niet? Ja. En Bert, en dan ga je de lucht in? Dan ga je samen met iemand die er verstand van heeft de lucht in. En dat ben jij? Ja, want ik val er nog wel eens uit. Gewoon komen hoor mensen, gewoon doen. Gewoon doen, dat is best spannend. Maar en dan ga je zelf je eigen wensbal in de boom hangen. Geweldig. En dan komt er ook een piek op? Er komt 15 december door Joris Lintzen. Dat bedoelde hij. Ja, er wordt er een piek in gemaakt. Een hele bijzondere piek, heb ik begrepen. Dan blijft de bovenste 2 meter moet vrij worden gemaakt van lampen. En daardoor komt de piek erin te hangen. Oké, nou ik vind... Dat gaan we zien. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie dit bedacht hebben. En jij gaat elke dag met je gietertje heen en weer. Dat zien we misschien nog wel een keer. En ik zou zeggen... Wacht even hoor. Moet je wel vroeg zijn. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Oké. En ik poets de ballen op. Jij poets de ballen. Dus morgenavond om 9:30 hier zijn, dan gaat het licht erin. Gaat John Berends, doet de stekker in stopcontact. En dan zingen we een prachtig mooi kerstlied samen met John Berends. Oké, we gaan het meemaken. Heren, bedankt en heel veel succes en dankjewel. Plezier natuurlijk. Heel goed, dank u wel. Wat geweldig toch. Iedereen is druk bezig met acties voor Serious Request. De mannen van de kerstboomhakvereniging. Nou geweldig, de kerstboom staat hier op het Marktplein. Nog meer acties. Waar zijn wij geweest? Wij zijn geweest bij De Kring. Joshua en Lionel die hebben daar een actie georganiseerd. En dat was een muziekdiner. Er waren zo'n 60 gasten aanwezig. En die hebben genoten tijdens het eten van de band. Acties, acties, acties. Jawel, allemaal acties voor Serious Request. En ondertussen zijn er in Apeldoorn al heel veel acties bezig. Nou, op de achtergrond hoor je muziek. We staan hier nu bij basisschool De Kring. En hier is vanavond een muzikaal diner. Nou, en hoe dat klinkt en hoe dat smaakt, dat gaan we nu even ontdekken. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom op ons muzikaal diner. Ik ga u vandaag voorstellen aan Lionel Kistenmaker. Hij zorgt vandaag, verzorgt voor u vandaag de muziek met zijn band Rise Up. En ik hoop niet dat u met piepende oren naar huis gaat. Nou, en dit is Joshua van Tongeren. Hij gaat voor jullie het diner verzorgen. En hij zorgt ervoor dat u met een gevulde maag of een gedraaide maag weer naar huis gaat. Een van de initiatiefnemers voor het muzikaal diner wat vanavond hier wordt gehouden. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, omdat ik al best wel heel lang drum en Joshua kookt heel veel. Dus ik dacht van, misschien kunnen we dat combineren en zo zijn we tot dit idee gekomen. Hoe lang drum je al? 5 jaar. En je bent nu 13, hè? Ja, dat klopt, ja. Hoe hebben jullie dit moeten organiseren? Was dat veel werk? Nou, het was wel even wat werk inderdaad. Eerst de school regelen en dan kijken hoeveel mensen er komen. Posters maken, die heeft mijn zus trouwens gemaakt. En zo zijn we tot dit gekomen. We zagen je net ook al optreden met de band. Is dat ook echt jouw band?
Ja, want ik dacht van, voor dit is het wel leuk om een band te hebben. En toen dacht ik van, misschien kan ik ook wel meer met deze band gaan doen. Dus ik dacht van, ja, dat is wel leuk. Ja. Joshua, jij bent de andere initiatiefnemer van dit muzikaal diner. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik had 2 jaar geleden had ik ook al bij mij thuis zoiets gedaan. Alleen dat was minder groot. Dus ik kwam een paar maanden geleden met mijn vriend op het idee van... Lionel Dusk ook op het idee van... ja, het is wel leuk om te proberen. En het is heel fijn dat het nu gelukt is. En dat ben ik heel blij om. Ja. Wat staat er op het menu vandaag? Er staat vandaag op het menu... Als voorgerecht hebben we... tomaten groentesoep. Dat hebben we net allemaal geserveerd. En gele paprikasoep. En het hoofdgerecht? Het ruikt wel heel lekker. Maar ja, we hebben gelukkig geen ruiktelevisie. Maar het ruikt wel goed hier. Ja, het hoofdgerecht is stoofvlees. Of kies. Okay. En wie heeft dat allemaal staan maken? Jij? Ik met mijn moeder. Deze hele week vanaf woensdag hebben we... elke keer als ik uit school kwam hebben wij gekookt. En hoeveel gasten heb je hier zitten? 68 volgens mij. Wat vind je van de opkomst? Het is volgens mij wel goed vol hier, hè? Ja, zeker wel. Dat vind ik hartstikke leuk, ja. Hallo, hoe smaakt dit eten? Ja, prima. Heel lekker. Ja, heel goed. Ja. En dat voor het goede doel ook nog, hè? Wat zegt u? En dat voor het goede doel ook nog, hè? Ja, zeker. Dat is een heel mooi, maar het is een goed initiatief. Fantastisch. Mooie muziek, lekker eten. Gezellig. Laten die allemaal nog smaken. Dankjewel. Ja. Wie gaat de afwas dadelijk doen? Nou ja, dat moeten we nog even bedenken. Tot zover deze uitzending van Sirius Apeldoorn. Volgende week dan is het dinsdag 12 december en dan is er weer een nieuwe update in dit programma. Die wordt dan verzorgd door Jeroen Hulleman. U kunt ons natuurlijk volgen via Facebook, de website en Twitter. Hou ons in de gaten. Ik wens u nog een mooie avond en tot ziens. Dag!